In de wereld waar homoseksualiteit natuurlijk wel wat vaker voorkomt, is natuurlijk in de wereld waar Kees ook in gezeten heeft. Ze hebben een bruggetje, mensen. Ja, dat is goed. Vanwege de tijd ga ik er maar gelijk naartoe. Ja. Kees is vroeger, weinig mensen weten dat, maar wij doen onze research hier bij OutTV. Jij bent vroeger stewardess geweest. Oh ja, dat was een hele gekke periode. Ja. Nee, dat bent toch een gek kind? Nee, dat moet ik even een beetje toelichten. Was dat bij de KLM? Nee, dat was destijds in Holland. Want ik heb een foto van jou bij de KLM. Ja. Ik kon erop foto's liegen niet, mensen. Nee, vertel dat eens was, even, hoe ging dat? Nee. Ik heb een grafisch lyceum gedaan in Amsterdam. Dat is een grafische opleiding. En die had ik toen helemaal afgerond. En ik zat een beetje zo van, denk, nou, wat moet ik nou? Ik wilde stiekem al natuurlijk, niet die afstandsbediening, leg neer. Nee. Ik wilde stiekem al natuurlijk gewoon bij tv aan de slag. Maar ja, dat is niet iedereen gegund. Nee. En ik werkte in de horeca. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon een jaartje reizen. Ik heb geen zin om met een backpack naar Australië te gaan. Ik ga gewoon lekker vliegen. Heb ik een jaartje gedaan en toen ben ik er ook gelijk weer mee gestopt. En dat was achteraf helemaal niks van mij. Nee, hè? Nee. Vreselijk. Die kotzakken de hele dag. Nou ja, je bent de hele tijd in het buitenland. Je leeft uit je koffer en ik kon geen palmboom meer zien. Nee. En, dat is nu wel anders, hè? Het is nu wel anders, ja.